Het is in deze tijd van verwarring een zaak om dat gemeenschappelijke, historische en culturele besef juist weer terug te brengen. En wie naar Nederland komt, als immigrant of als vluchteling, die wordt dus onderdeel van die gemeenschappelijke geschiedenis. We hoeven ons daarom ook niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen of we wat los moeten laten met de komst van zoveel uit andere geloven en tradities. Dat hoeft namelijk niet. Onze traditie, onze cultuur en onze waarden, die horen bij ons en bij dit stukje grond, die zijn zo mooi. Die hoeven we niet op te geven. Die mogen we niet laten verwateren. Sterker nog, we moeten ze versterken en uitdragen.